Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag hebben jullie wat live Modern Warfare 2 gameplay op de PlayStation 3 natuurlijk. En ik speel vandaag met de ACR en we spelen Team Deathmatch. En oh leuk, een noobtube man. In ieder geval de reden dat we Team Deathmatch doen is dat ik net gekeken had in Domination en dat was niet van Domination. Ik denk, ja, dan gaan we Team Deathmatch doen. Want dan blijft er niet veel anders over. Ik moet ook even mensen muten, want iemand staat te schreeuwen als een malle. Eventjes zo. Volgens mij staat er enemy hier langs mij. Daar zitten mensen binnen, ik heb hem op de minimaps. Ik hoop dat ik iemand heb met mijn stun of met mijn granaat, liever met mijn granaat zelfs. Nee, gewoon niet. Oké, dan niet. Is goed. Oh, ik heb iemand met een barrel. Die... Ah, dat meen je niet. Dat is awesome. Ik liep een oh, crap. Ah, de... Oh, fuck. Die kerel, what the fuck? Hij probeert met de knife, dat lukt niet. What the fuck deed hij? Holy shit, die had ik veel geluk. Ik snap sowieso niet dat hij niet dood ging. Ja, oké, trouwens. Ik gooide een stun hier naar binnen, hè. Die granaat die ontplofte in deze ruimte. Maar, ik gooide een stun. En door die stun ontplofte een barrel en daardoor ging de kerel dood. Dat is awesome. Maar mensen hebben hier rocket launchers en RPG's. Dat is fucking triest. Moet ik even oppassen, want daar heb ik niet zo heel veel zin in om dood te gaan. We gaan even terug. We moeten wel een beetje de tempo erin houden. Want het is Team Deathmatch. En bij Team Deathmatch kun je natuurlijk niet zo heel veel kills maken. En heel snel weg hier. Javelin, holy fuck. Hé, hey, ik kan hier niet. Ik wou sliden, maar dat kan helemaal niet. Oké, dit is gewaagd. Juist. Oké, mooi. Hetzelfde wapen, alleen die van mij was iets mooier. Nou, eigenlijk niet. Deze is eigenlijk vetter. Die Red Tiger is wel vetter. Geef toe. Oké. Hey, ik zag eruit lopen. Ik zie hem bijna niet, maar... Oh, ik heb hem gehit. Er zit nog één. Mayday, help, alsjeblieft. Hallo. Alsjeblieft. Help. Nee. Oké. Hij denkt, ik kan het altijd vragen, maar niemand wil helpen. Nou, dan niet. We hebben in ieder geval onze Harrier. Dat is heel belangrijk, want als we onze Harrier hebben... Die call in en die zorgt er hopelijk voor dat we een chopper kunnen krijgen. En dan is het feest. Ik hoop het. Ik zei niet dat het gebeurt. Ik heb nog geen kills met mijn Harrier. Dus. Oké, eentje. Juist. Weg hier. Alsjeblieft, zeg. Noobtubes, niks doen. Woe. Ik kan mijn chopper gunnen. Huh? Ik kan mijn chopper gunnen. Oh, gelukkig. Oh, ik heb hem nou pas. Ik dacht ik hem al. Oh, triple. Wat? Juist. Waar is mijn laatste? Oh shit, ik heb als laatste een nuke volgens mij. Oh, nou, dan gaan we die maar even halen dan, hè. Ik vind het knap. Het is de allereerste potje die ik speel. Echt de allereerste van dit spel. En ik heb gewoon een lobby zonder hackers. En hij zit de lucht. Nou, dat is dan jammer. Dus die nuke gaat er maar niet vanuit. Maar ik snap niet waarom ik geen hackers heb gevonden nog niet. Want de Domination kon ik niet spelen. Want daar waren gewoon geen mensen te vinden. En kon geen lobby's vinden. Dus ik denk, ja, gaan we Team Deathmatch doen. Nou, het gaat op zich best wel lekker. We staan 14-0. Ik moet nou nog 10 kills als ik een nuke wil halen. Dus die kans is klein. Die mensen schieten alles uit de lucht. Dus dat is wel een beetje gay. Maar oké, een beetje gay is oké. Nou, eigenlijk niet. Nou, nah, fuck it. Ze zitten in ieder geval in die grot. En trouwens nog één ding. Ik weet niet of het jullie opvalt. Maar mijn geluid is misschien anders. Ik hoop eigenlijk niet. Want ik heb nou gerecord met ingebouwde functie om jouw microfoon... Ah, god. Nee. Niet dood. Ik heb geen zin in. Niet vandaag. Waar zit hij? Ik zie hem niet eens. Ik ga weg. Oh, fuck. In ieder geval, er is een ingebouwde functie dat je microfoon kan gebruiken. En die synchroon, gelijk synchroon stelt met de gameplay, zeg maar. Dat je gelijk record. En ik had van heel veel mensen gehoord dat dat totaal niet werkte. Maar ja, ik denk, ja, als ik het niet probeer, dan weet ik het nooit. Dus ik heb het net maar ingesteld en deels lelijk, man. Hij zat in de planten verstopt. Moet je kijken. Hij zat net in die planten. Ah. Nou ja, fuck it. 15. Hey, ik had mijn shit kunnen halen als mijn chopper niet binnen 2 tellen uit de lucht schoten. Dus dat was een beetje jammer. Maar ik speel ook totaal niet serieus, jongens. Ik ren gewoon als een malle rond en dat is ook al te zien. Die mensen met die light machine guns, man. Ah, die kerel kon ik sowieso niet killen. Die is al sterfelijk. Die heeft painkiller. Pill test doods. Nou, eigenlijk niet, want je kunt niet dood. Dus het is eigenlijk niet test dood. Nou, het is maar net hoe je het ziet. Ik ga er wel aan dood als ik ze tegenkom. Maar ik loop veel te lomp rond. Ik kijk niet om de hoek of zo, weet je wel. Ik ren gewoon wat en ik denk, weet je wat. Zero fucks were given. En... Ah, dat meen je niet, maat. Sterf. Noobtube kinderen, alsjeblieft. Waar gaat het heen met de wereld? Oh shit. Waar gaat het tenminste? Die is mooi weg. Niet op die herrie. Waarom deed hij die kerel niet op die herrie? Dat is best wel dom. Hier zit iemand achter een muurtje. Komt wel schijn. Schor hem. Nee, oké, dan niet. Ik vind het echt kut dat er altijd mensen zijn met noobtubes. Er is gewoon niks tegen te doen. Vooral door die painkiller, dan zijn ze sowieso onsterfelijk. Kun je ze al niet killen? Ik schoot ook als mis, geef ik toe. Maar al had ik raak geschoten, had ik hem nog niet kunnen killen. Die painkiller, dat geeft gewoon 900% meer levens. Dus dan ben je fuck. En ze zit dan weer in die... Ik blijf heel de rondlopen de laatste tijd.
is de match nog best lang, maar ik dacht eigenlijk dat hij bijna afgelopen was. Ik denk, ja, weet je wel, ik ren gewoon rond, maakt maar niet uit, maar als ik zo door blijf gaan... Kijk, hoeveel kogels hij nodig had. In ieder geval, als ik zo door blijf gaan, dan ga ik wel heel veel dood. Want ik ben nou al 3 keer op rij dood gegaan. En dat is eigenlijk niet de planning. Oh, nee. Nee, hij ging niet liggen, man. Hij ging niet liggen. Was er geen team meer bij mij? Ah, hij had ook al painkillen. Iedereen van hun een painkillen. Fucking painkillen. Light machine gun. Nee. God, dan heb ik mijn... Ah, zie je. Goed zo. Zit daar nog iemand? Ze zit nog steeds in die grot. Maar die painkillen, jongen, dit is echt gewoon verschrikkelijk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat is gewoon niks tegen te doen. Hé, hey, daar zitten nog mensen. Team gaat dood. Van welke kant? Van links. Kan ik maar die enemy... Kijk dit, maat. Kijk maar ammo. Ik kan niet zeggen dat ik zoveel misgooi, wel. Helemaal rechts in de hoek. Daar liep volgens mij iemand, maar... Ik zat de minimap, ik kan het zeggen. Zag ik daar... Wat? Oh, die vent valt dood. Ik denk, hij teleport. Hij teleport. Naar de dood. Hey shit, ze zijn links van mij. Even kijken hier rechts, want ik dacht eigenlijk van deze kant. Oké, lopen, 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 lopen. Ik pak de ding erbij, die RPD, want ik zat net ook al zonder ammo. Let's go, waar zitten jullie? Nee. Oh, ik heb hem! Ik heb hem ook gestunned, man. Gotcha! Get on, bitch. Oké, wat is de stand? 21-4. Average. Maar ja, de match is toch bijna afgelopen, dus. Als die mensen gewoon geen javelin hadden net, hè, dan was het gewoon boom, nuke geweest, maar ja. Niet dat de nuke hier heel spectaculair is, maar het was wel leuk geweest. Sowieso voor een live commentary. En ik ga zo meteen even meer proberen te spelen. Wow, lag attack. In ieder geval, ik merk nou dat ik mijn eerste lobby in ieder geval sowieso zonder hackers heb. En wow, hij begint echt te laggen. In ieder geval de eerste lobby dus zonder hackers heb. Dus hopelijk zijn er meer lobby's zonder hackers vandaag. Want meestal is dat eigenlijk niet te doen. Je kunt geen matches vinden waarin hackers in zitten. En zagen jullie hem? Ik wel. Ha! Maar in ieder geval, ja, dan zal ik even kijken dat ik meer kan recorden, want op z'n tijd is dit wel geinig om te uploaden. What the fuck gebeurt hier nou weer? Oh, die mensen staan gewoon stil. Ik dacht even dat zij begonnen te laggen of ik. Want soms is het, dan sta jij niet helemaal stil of die enemies. En dan is het gewoon pure lag. Dan denk je van, huh, en dan, ja, fuck it. Wat is de stand? 25-4. Sowieso waarschijnlijk tegenover daar. Oh, shit. Ik kan ze ook niet hitten. Ik zie ook gewoon helemaal niet wat ik schiet, joh. Ik ben bang vanuit die grot, dus daar gesniped, maar dat doen ze volgens mij niet, want volgens mij zitten mijn teammates... Oh shit, ze zitten erachter in de hoekje nog steeds. Waarom heb ik nou geen granaat? Als ik nou een granaat had, of een noobtube, zoals iedereen doet. Maar in ieder geval, het is 25-4 op Modern Warfare 2 zonder hacks. Wow, even serieus jongens, GG. In ieder geval, ja, 4 deaths. Volgens mij 3 van de 4 keer, omdat mensen painkiller hadden. En in ieder geval 2 keer weet ik sowieso, die andere 2 keer weet ik ze niet meer ook dood ben gegaan. Dus ja, in ieder geval jammer. Kan ik verder rest ook niks aan doen. Dus ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.